de lancering van, daar staat het, Frima Vario Cooking Center. We hebben natuurlijk twee heren uitgenodigd die al een tijdje met Frima, het Vario Cooking Center, werken. En uiteraard de huischefs Glenn en Damien. Samen met Ilse en mij, we zullen jullie doorheen een workshop begeleiden om dan eigenlijk even, ja, Vario Cooking Center te zien hoe het werkt, wat de filosofie erachter is enzovoort. Kan je hier, zie je, drie profielen uitstellen. Dat is ook wel interessant, denk ik, zo'n kleiner model, ook voor een saus te in te maken. Wat ook het aangeven van hun mogelijk is, is eigenlijk op lage temperatuur gaan. Gaat nu zo werken? Ja. Vaten, buikspak, etc. Dat kan je ook in. Dat klinkt heel eerlijk, hè? La boule pare se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques. Change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Het is een overweldigend event in die zin dat je heel veel contacten kan maken in ieder geval. Maar ook het programma is heel veelzijdig. Heel veel nieuwe dingen opgemerkt. Het koken met een dergelijk toestel, denk ik, die wel heel flexibel en heel veel mogelijkheden biedt. Hey, verschillende bereidingen, koken, bakken, braden, ook zelfs onder druk. Dus ik zie er wel een aantal voordelen in voor de chef. In ieder geval naar efficiëntie, tijdswinst en zo meer. Ik denk dat de dag van vandaag voor een moderne chef dat wel heel belangrijk is. Ik vond het evenement erg leuk georganiseerd. Ik vond het heel leuk dat de bekende chefs hier aanwezig waren, dat we even kennis konden maken en dat zij er wat meer over konden vertellen. Goede demo waar ook goed in werd geïllustreerd hoe je snel programma's kan toepassen en met het apparaat kan werken. De meerwaarden zijn dat je er een snellere productie mee kan draaien en dat je daardoor je mise en place traject en ook je à la carte traject gewoon soepeler kan laten verlopen. Ja, het was mooi georganiseerd. Prachtige locatie, lekker eten en een goede uitleg over de apparatuur gekregen. Dus erg onder de indruk.